Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President roept bij viering Navratri op tot liefde, hoop en harmonie. Deelnemers Web Development Contest presenteren projecten. Kabinet van de president beschikt over eigen opname studio. Regering streeft naar 24 uur elektrificatie en betrouwbare energie voor alle Surinamers. En ook uitgangsverbod op zondag 10 oktober 2021. In de maand oktober vieren Hindoes wereldwijd Navratri. Het is de tijd van het jaar waarin 9 nachten worden gewijd aan de goddelijke moeder Durga. President Chandrika Prasad Santokhi zegt in een televisieboodschap dat Navratri de gelegenheid biedt om naar onszelf te kijken en te zoeken naar een nieuw begin. De aspecten van de boodschap van Navratri leiden naar een meer harmonieuze samenleving. Het staatshoofd roept daarbij op tot liefde, hoop en een positieve verandering in het leven van allen. Beste broeders en zusters, mag ik u allen een soep Navratri toewensen. Te midden van de ernstige dreiging van het coronavirus vieren we vandaag Navratri. De tijd van het jaar waarin Hindoes 9 nachten wijden aan de goddelijke moeder Durga. Het festival wordt voornamelijk 2 keer per jaar gevierd. Sardhya Navratri, de tweede periode, is vandaag begonnen en onze hindoebroeders en zusters zullen het festival dit jaar met minder enthousiasme vieren. In het hindoeïsme is de dag van Navratri het begin van een gunstige dag. Navratri heeft te maken met de overwinning van het goede op het kwade in zowel onze eigen innerlijke aard als in onze samenleving. Het biedt ons een bijzondere gelegenheid om discipline te beoefenen, naar onszelf te kijken en onszelf te zuiveren en te zoeken naar een nieuw begin. De boodschap achter Navratri is dat goddelijke krachten zoals onder andere zelfdiscipline, universele liefde en onbaatzuchtig handelen leiden tot vooruitgang naar een meer harmonieuze samenleving. Landgenoten, tijdens dit festival worden 9 incarnaties van de godin Durga aanbeden met volledige traditionele en gebruikelijke rituelen. Het is een beleving van de verering van de oerkracht, van de goddelijke steun die we nodig hebben om in gezondheid en voorspoed te leven. Ja, het coronavirus blijft ons bezighouden. De cijfers zijn niet mooi en we verliezen nog te veel broeders en zusters. Als president doe ik daarom een dringend beroep op u, op alle Surinamers die nog niet gevaccineerd zijn. Laat u zich vaccineren. Help Suriname om de besmettingen te reduceren, waardoor wij naar het nieuwe normaal kunnen gaan. Hierbij bidden we ook voor de mensen die hun leven op het spel zetten en dag en nacht klaarstaan om levens van coronapatiënten te redden. En als president van ons dierbaar land sta ik ook stil bij de hechte band met de gemeenschap. De mens is een gemeenschapswezen. Hij kan niet leven zonder mensen. Zijn groei en ontwikkeling is afhankelijk van anderen dan hemzelf. Het is de maatschappij die de mens beïnvloedt en de mens op zijn beurt beïnvloedt ook de maatschappij. Elke overheid in elk land dient hiermee rekening te houden. De overtuiging bestaat dat met een sterk geloof en met pure overgave, in het bijzonder gedurende deze 9 dagen, al het kwaad dat in een land heerst, kan worden weggenomen. Landgenoten, we staan stil bij de kracht van Mahalakshmi,
De invloeden die ons draaglijk maken, zoals pijn, wordt gecompenseerd met liefde en verdriet met vreugde. Daarom vragen wij Durga Mata in deze tijd van COVID-19-pandemie de wereld te beschermen tegen het coronavirus. Ook is het goed om in deze periode anderen lief te hebben, maar ook anderen te helpen op hogere niveaus te komen, simpelweg door liefde te schenken. Liefde is aanstekelijk en de grootste helende kracht. Religie heeft ons veel gegeven en het heeft ons nog veel te geven. Dat is immers het pad dat ons met onszelf verbindt en met de hogere macht waar wij allen onderdeel van zijn. Wanneer wij onze positieve handelingen versterken, dan versterken we ook de ambities voor een hoger en dieper leven die gedomineerd worden door waarheid en schoonheid. Landgenoten, het concept van het Navratri Festival, waarbij het kwaad wordt overwonnen door de krachten van het goede, doet bij velen hoop opleven. Die hoop hebben wij met z'n allen nodig, omdat de uitdagingen voor Suriname veel en enorm zijn. Mijn boodschap is daarom: laten we de ethische waarden en normen van religie een bijzondere plaats geven als leidraad en inspiratiebron, zodat we samen de juiste bouwstenen kunnen aandragen voor ons geliefd land. Mogen de zegeningen van Mata Durga ons kracht geven om een positieve verandering te brengen in het leven van ons allemaal. Mogen de helderheid van Navratri uw dagen met vreugde vullen en al uw dromen uitkomen en u verlossen van alle problemen in het leven. Mogen het gebed en de zegening van Navratri u verheffen tot een beter en gelukkig mens. Mede namens de First Lady wens ik u allen, maar in het bijzonder onze Hindoe-broeders en zusters, veel spirituele kracht, zegen, gezondheid, reinheid en bescherming van Durga Mata. Alle broeders en zusters, ik wens u allen een soep Navratri toe. God bless you all. Deelnemers van het door Datasuur georganiseerde Web Development Contest hebben op donderdag 7 oktober een demonstratie van hun project gegeven. Dit gebeurde in de Multimedia and Innovation Laboratory op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het doel van Datasuur is om in te spelen op de vraag van de markt om hulp bij hun digitaliseringsprocessen. Het datacentrum wil gedreven jonge webdevelopers een platform bieden waar ze creatief kunnen zijn en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Wij legden van deze activiteit het volgende voor u vast. Gedaan aan de Nationaal Web Development Challenge. Hoe bent u op het idee gekomen? Ik ben eigenlijk eerst na gaan denken over bepaalde problemen die we nu hebben. En zo ben ik dan erop gekomen, zeg maar, dat we eigenlijk nog niet een applicatie of iets hebben die een beeld kan geven van alle routes. En dit is dus dan handig eigenlijk om te hebben. Waarom? Omdat je dan eigenlijk meer controle over hebt. Je kan dan gaan bepalen waar je wilt gaan, waar je kan gaan, omdat je dan ook alle routes hebt. Dus dan weet je precies van, hey, ik kan zo een lijnbus nemen om hier aan te komen en et cetera. En je weet ook precies waar je bent en de stappen die je gewoon moet volgen.
om even inhoudelijk op te gaan, in te gaan op je applicatie. Je hebt een busroute. Gaat dat ook met tijd? Nee, nu gaat het nog niet met tijd. Nu heb ik gewoon zeg maar de busroutes. Maar in de toekomst ben ik wel van plan om zeg maar GPS-devices in bepaalde van de bussen te gaan plaatsen, zodat je dan ook gelijk precies kan zien waar zo'n bus precies is in real time. Je zou dan ook met de tijd kunnen gaan werken. Het doel van het evenement, het is een National Web Development Contest, waarmee DataSUR vorig jaar is begonnen. En het doel is, wij zagen dat veel kader in Suriname, trouwens is niet onbekend, na de middelbare school of zelfs na een hbo-opleiding wegtrekt. Want ze zeggen, hey, ik wil iets doen, maar ik kan het niet doen, de innovatie. Toen hebben wij gezegd, nee, we willen jongeren, jonge mensen, man of vrouw, maakt niet uit, in Suriname behouden en die kennis gaan verkopen. En we hebben dus dit jaar het contest wederom uitgevoerd met onze partners Inevable en Swing. We hebben gezegd, we gaan samen bij elkaar komen en kijken, hey, op welke manier kunnen we jongeren triggeren om met innovatieve oplossingen te komen die de samenleving, die Suriname, ten goede zijn. Dus dat is het doel geweest van dit contest. Is er een leeftijdsklasse hieraan verbonden? Ja, we hebben gezegd vanaf 18 jaar tot 35, omdat dat de groep is die op mbo-scholen zit, op mbo-niveau zit en op hbo-niveau zit. Dat is gewoon voor dit keer wel. En is er ook een groei te merken in de belangstelling? Ja, als je kijkt naar vorig jaar hadden we heel wat aanmeldingen, maar op het moment na dat je mee moest doen en moest beginnen te bouwen, kreeg je een hele grote uitval, omdat daar echt de challenge kwam. Dit jaar hadden we ook weer veel aanmeldingen, maar het niveau verschilt. Dus je ziet dat er toch wel iets meer, dat ze het hebben gezien vorig jaar, van hey, het is geen grap, het is niet zomaar. En het niveau heb je dus wel dit keer gezien. Uiteindelijk, on the road, het moment dat ze registreren en de opdracht krijgen, zie je wel steeds mensen zich terugtrekken van wie gaat de tijd en noem maar op. Maar het niveau is toch wel anders. Toespraken en interviews van president Chandrika Prasad Santokhi zullen voortaan in een studio op het kabinet van de president worden opgenomen. Het staatshoofd heeft deze nieuwe werkruimte op woensdag 6 oktober 2021 in gebruik genomen. De president toonde zich onder de indruk van de studio. Hij beveelt aan dat er optimaal hiervan gebruik wordt gemaakt. Na een rondleiding werd er meteen een aanvang gemaakt met de eerste opname, namelijk een boodschap van het staatshoofd in verband met Navratri. In de eerste plaats voor jullie gezondheid. De tweede is voor het team dat bijgedragen heeft dat we een geweldige opnameruimte hebben. En drie is op naar betere producties, op naar goede toekomst. En dat drink ik op. Gefeliciteerd allemaal! Cheers! Cheers. Een van de belangrijkste prioriteiten van de regering voor 2022 is te zorgen voor 24 uur elektrificatie voor de gemeenschappen in het binnenland en de diverse districten. Het streven van de regering is om in 2024 betrouwbare energie voor alle Surinamers te realiseren. Deze voornemens sprak president Chandrika Prasad Santokhi uit tijdens zijn jaarrede op vrijdag 1 oktober. Volgens het staatshoofd zal er aandacht besteed worden aan het afronden en implementeren van het elektriciteitssectorplan, als ook de verdere inrichting van de Energieautoriteit Suriname. Luistert u mee. Een van de belangrijkste prioriteiten voor 2022 is te zorgen voor 24 uur elektrificatie voor de gemeenschappen in het binnenland en de diverse districten. Meneer voorzitter,
Tot op heden heeft circa 10% van de bevolking van Suriname in het binnenland slechts de beschikking over maximaal 4 tot 8 uren elektriciteit per dag. Het streven van de regering is om in 2024 conform de Sustainable Development Goals, namelijk goal nummer 7, betrouwbare energie voor alle burgers in Suriname te realiseren. Het beleid zal zich daarom in 2022 verder toeleggen op het aanbieden van hernieuwbare energiebronnen, met name zonne-energie in het binnenland en andere districten. In de planning staan, in samenwerking met de IDB, 11 nieuwe hybride stations. Via een bilateraal samenwerkingsprogramma met India zullen 50 dorpen uiterlijk 2023 toegang krijgen tot 24 uur elektriciteit. Meneer voorzitter, via een ander project zullen 55 andere dorpen aangesloten worden via 5 grote energiecentrales. Verder zal er een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden om een floating solar system te installeren op het stuwmeer ter aanvulling van de Afubaka krachtcentrale. Er komen mini solar stations in de districten Koroni, Nikeri, Saramaka, Komowijne en Brokopondo. Ook vindt er uitbreiding en verbetering plaats van het distributienetwerk te Laf Vigilantia, omgeving Bomapolder en Commissaris Wijtenweg en in de dorpen Bigipoika, Pikinsarong en Kwakugrom in 2022. Voor alle nationale feestdagen is het uitgangsverbod nog steeds van kracht. Dit geldt dus ook voor de Dag der Marons op zondag 10 oktober aanstaande. Voor deze Nationale Vrijdag geldt dat het uitgangsverbod ingaat op zaterdag 9 oktober om 9 uur 's avonds. Dit duurt tot 5 uur 's morgens op maandag 11 oktober 2021. Op u wordt het beroep gedaan zich te houden aan de maatregelen om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Wij bevinden ons als land thans in een situatie waarbij er dagelijks honderden positieve gevallen worden genoteerd en meerdere doden als gevolg van COVID-19. De overheid doet er alles aan deze situatie het hoofd te bieden. U als samenleving wordt gevraagd hierin te ondersteunen door de Mohana-protocollen te volgen, de maatregelen in acht te nemen en zich te laten vaccineren. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.